Het is vandaag de internationale dag ter uitbanning van racisme en discriminatie. In het kader hiervan hebben de CARICOM jeugdambassadeurs Akima Samadai en Bruce Eugenio een krans gelegd bij het antidiscriminatiemonument voor het gebouw van Krasnapolski. Ze werden bijgestaan door de directeur van jeugdzaken van het ministerie van Sport en Jeugdzaken, Rachel Koningsbloem-Pinas. Discriminatie vindt soms onbewust plaats, zegt Akima. Onbewust plaatsen we elkaar in hokjes op basis van ras, geloofsovertuiging, taal, gender, opleiding en andere aspecten in het leven. Het thema voor dit jaar is Stop Racisme en Discriminatie. En onze slogan is Let's have peace and unity, give equal opportunity. Als we elkaar gelijke kansen geven, ongeacht ons ras, geloofsovertuiging of taal, dan zullen we in vrede en harmonie met elkaar leven. De CARICOM jeugdambassadeurs willen met deze activiteit de Surinaamse samenleving bewust maken van het belang van het uitbannen van discriminatie. Directeur Koningsbloem-Pinas pleit voor gelijke kansen voor elke Surinaamse burger. Ik denk dat vandaag een moment is dat we moeten aangrijpen om vanuit onze binnenste stil te staan en na te denken of we daadwerkelijk equal opportunities geven aan onze natie. Equal opportunity geven aan jongeren. Equal opportunities geven aan mensen met een beperking. Equal opportunities geven aan senioren burgers. Voor de voorbijgangers werden lintjes in de kleuren wit en lichtblauw opgespeld. Wit symboliseert vrede en lichtblauw vernieuwing. Deze activiteit en de kranslegging hebben vanmorgen plaatsgehad in het kader van de herdenking van de Internationale Dag ter Uitbanning van Racisme en Discriminatie. En dat was dus vandaag.